In januari is de gemeente Schelste deel begonnen met het uitvieren van het nieuwe milieubeleid. Dit houdt onder andere in dat de grijze container met restafval nog maar één keer in de drie weken leeg wordt. Die is na drie weken grootvol. En wij zijn maar met z'n tweeën. Dus ik denk dat je een huishouding had dat je het echt net redden. Drie weken met zijn kliko. Nou, waardeloos. Ik bedoel, we zijn bijna met vier volwassen mensen en drie keer in de maand gelegen. Of drie keer in de om de drie weken. En ja, het ding zit na een week al bijna vol. Ik denk dat de supermarkten er nou wel wat meer om denken maaien. Dat we minder verpakkingsmateriaal en minder plastic bakken en zulke soort dingen. Dat zou misschien wel wat beter wijzen. Ik vind dat meesken goed hun best doen om het afval te skieren, dat het voor eigenlijk geen enkele huishouding een probleem wijzen moet. Hier zit er nog maar een baby die in een luier zit. Ik vind het vervelend dat het verroren is. Het lijkt het me dat je beter een verste dag horen kennen. Zat het weer, zodat iedereen daarop aanjaag is. Ik ben al twee keer de container vergeten. Is mijn schuld, weet ik. Nog net heel dol, maar het had. Ik kan dan net meer nog een week erin horen, zeg maar. Dan mijn drie weken is het wel gebeurd. Maar hoeveel waren jullie thuis? Maar ze vieren. Ja, gewoon het huisvuil uit de huiswaai. Ja, ik kan het prima in drie weken horen, dus ik had er echt geen probleem mee. Ik vind ook dat de mensen dan misschien eens wat bewuster worden met wat ze er al hier in zouden, Dimitri. Want je mag best wel een beetje met het milieu bezig zijn.